Zo, nou, we zijn gearriveerd bij het Speed Center in Geldermalsen. Bestemming bereikt. Kijk maar eens eventjes. En hoe is er ook al? Leuk, hè? Hallo. Hallo. Goedemorgen, hallo. Hoppetjes. Wat moet erin? Cognac. Cognac. Alleen maar whisky, jammer. Ja, het is alleen maar whisky. Wat moet erin? Loopt in hoofd. Ja? Ja, ja. Kijk, nu loopt het voor. Dan zet ik wel af, hè. Hier heb je dus ja, twee gaten zetten. Ja, dat bij de TD ook. Ja. Daar haak je normaal in. Ja. Tenminste, deze heeft het niet. Hij staat al ingeschaald, want hij is er al twee keer geweest. Dus dan gaan we kijken wat hij zelf allemaal gedaan heeft. Of het allemaal wel klopt. De motor is al op temperatuur. Gaan we vol gas geven. Bij 150 km per uur zit ik op, nou is wel heel licht, 12, 13 pk. Nou, zal hier iets hoger zijn, dan zit je gemiddeld zeg maar op een 10 pk per kilometer. Dus bij 100 km per uur heb ik 10 pk verlies. Verlies ook zo, verlies. Nou, ik weet aan de wielen en ik wil hem ook. Ik kon stellen wat ik wilde, maar we nooit goed. En ik had al eens een keer meegelacht daar. Ja, de achterste die stond gewoon netjes afgesteld. En de voorste is toch veel rijker en nog wat niet goed op zijn. Maar afstellen. Dat gaat goed. Als je op University Motors kijkt, weet je wel, zo'n priest, ik kom mee. Jouw hoofd staat helemaal, er zit een camera achter jou. Waar komt?
Helemaal om, helemaal om. Ben je Op 16 meter houden we een hartslag en de berg was gewoon in. Zo ver? Ja. In de midden hangt er gewoon een schoolblok in. Gita is er ook, maar dit is wel zwaar. Doe alles met schoolblok. Ja, maar dit was er ook gewoon in. Ja. Dus ik heb de loopplaat dicht voor de bak, dat kan gewoon te liggen. En wat vond u ervan? Ik vond het wel een prettig gebeuren om te zien. Ja. Vooral om te zien, zeker? Ja. Nee, een mooi beetje. En dat draai jij de mona's? Ik had net nog gekregen. Draai ik omhoog, is de kampioen. Het is wel leuk om die hele batterij effies te zien staan. Ga naar huis rijden en als je dan dat afgeeft, meet je even onder die kattenpan. Ja, dan zit die sensor, raakt die sensor half tegen je uitlaat aan, dat je gewoon omzet loopt.